Ja, van harte welkom. Leuk dat jullie allemaal kijken naar het tweede deel van het financiële verkiezingsdebat. Vorige week hebben we het gehad over het economisch herstel van Nederland. En vandaag gaan we verder praten over de duurzaamheid en wat de rol kan zijn van de financiële sector om daar een flinke impuls aan te geven. Want onderwijl het kabinet bezig is met het bestrijden van de coronacrisis, marcheert natuurlijk de klimaatcrisis ernstig en voortvarend door. En als we kijken naar het PBL, die heeft in oktober 2020 het kabinet er al op gewezen dat ze dubbel zo hard aan de slag moeten, willen ze de 49% CO2-reductie in 2030 ook echt realiseren. Want als we zo door blijven gaan, heeft het jaarlijks klimaat- en energieverkenning ook laten zien, dan halen we eigenlijk nog niet eens 34% CO2-reductie. Nou ja, tel daarbij ook nog de Green Deal op van de Europese Commissie, die eigenlijk uitgaat van 50% CO2-reductie in 2030. Dan moet Nederland flink aan de slag. Ook de Raad van State oordeelt dat de inspanningen van Nederland eigenlijk onder de maat zijn. Tom de Graaf zegt al, wij constateren dat het kabinet niet genoeg doet. Het beeld ontstaat van een kabinet dat zichzelf steeds ambitieuzere doelen oplegt, maar die keer op keer niet haalt. De grote vraag is dus wat de politieke partijen van plan zijn als het gaat om duurzaamheid en wat zij ook verwachten van de financiële sector om daar een flinke impuls aan te geven. Ja, mijn naam is Anouska Leij. Ik ga straks in debat met drie politieke partijen. We hadden een vierde uitgenodigd, maar die kon helaas niet aanwezig zijn. Dus het worden er drie. Ik ga ze straks aan jullie voorstellen. Ja, en ik ben nu alpartijdige en onafhankelijke gespreksleider. Weliswaar betaald door de vijf koepels die het organiseren. De NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken. DUVAS, de branchevereniging voor vermogensbeheerders. ADVIS, de branchevereniging voor onafhankelijke financiële adviseurs, de NVP, de Nederlandse Vereniging Participatiemaatschappijen en het Verbond voor Verzekeraars. Ja, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wie jullie allemaal zijn die met ons meekijken. Daarom hebben we ook een aantal vragen klaarstaan. Dus ik zou zeggen, beantwoord die eventjes. Ja, wie zijn jullie? Wie kijken er mee naar dit debat? Weet je ook al op wie je gaat stemmen? Want volgende week is het dan echt ook tijd om dat vakje in te kleuren in het stemlokaal. En we zijn ook wel benieuwd welk thema in je opkomt als je denkt aan duurzaamheid en de financiële sector. Dus laat aan ons weten, we komen er zo meteen op terug. Ja, want dan is het tijd om onze debaters inderdaad te introduceren. Drie politieke partijen. GroenLinks, Laura Vissenberg is onze eerste debater. D66, Joost Sneller. En vanuit de ChristenUnie, Pieter Ginwis. Ja, welkom voor jullie alle drie. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb jullie gevraagd om een stemvoorwerp mee te nemen, waarmee je straks ook aan kan geven of je voor of tegen de stelling bent. En Pieter, jij bent van de ChristenUnie. Ik zie twee excuses, daar sta je. Van de ChristenUnie, ik zie twee appels voor jou liggen. Ja, vertel even, waarom heb je een appel gekozen en wat heb je met de financiële sector? Ja, ik heb inderdaad een groene en een rode appel, en dan kan ik straks voor en tegen stemmen. Ik heb een achtergrond op een akkerbouw- en tuinbouwbedrijf. Dus ik ben gewend aan groenten, aan fruit, aan bloemen die daar geteeld worden. En wat belangrijk is, die sector staat voor een enorme transitie. Het moet klimaatvriendelijker. We moeten met elkaar ook als consumenten meer groenten en fruit gaan consumeren, minder vlees. Een van de voorstellen die we daarvoor doen als ChristenUnie is, maak de BTW op groente en fruit nou zo laag mogelijk, dus ook op die mooie appels die hier liggen, en maak de BTW op vlees bijvoorbeeld hoger. Ja. Dat is een van de voorstellen en dat is gelijk al natuurlijk een financiële prikkel om de consumptie een beetje te sturen. En dat is ook wel hoe ik met financiën onder andere bezig ben. Joost weet dat wel, al jarenlang betrokken bij de onderbouwing van het verkiezingsprogramma richting CPB en PBL. Dus je begon net over het PBL. Nou, dat is wat ik al eigenlijk een aantal jaren doe voor de ChristenUnie. En mijn link met de financiële sector is één, het moet betaald worden. Je moet de prikkels zo goed mogelijk zetten. En ik kwam tegen, als ik weer terugga naar de boerenbedrijf en de tuinbouwbedrijf waar die appels groeien. Die moeten ook mogelijk worden gemaakt om de juiste investeringen te kunnen doen. En je ziet dat de financiële sector enorm randvoorwaardelijk is. En dat er ook heel lang wel een rol is weggelegd geweest voor die financiële sector van kan die stal met vee niet net iets groter?
Want ja, de duurste zaken zijn de voor- en de achtergevel en wat ertussen zit niet. Dus maak hem maar groter, dus meer dieren. Dus heel erg op kwantiteit. Ja. En ik merk dat die financiële sector goed bezig is om die slag naar kwaliteit, naar duurzaamheid te maken. Maar alsjeblieft, maak het dan ook op dat boerenerf bijvoorbeeld en op het erf van die ondernemer mogelijk. En daar is nog best wel een wereld te winnen. Dus okay. Dat is ook wel mijn boodschap aan de financiële sector en ook wel mijn link. Ja, dus ja. Ik bedoel, de landbouw blijft er inderdaad flink doorheen schemeren. Ja. Maar in ieder geval kwaliteit zeg je in plaats van kwantiteit ook voor de financiële sector. Zeker. Naast jou Laura Vissenberg van GroenLinks. Ja, Laura, jij hebt ook twee stemvoorwerpen bij je. Ja. Ook fruit zie ik, een goede keer en een rode agenda. Een beetje uit nood geboren, want ik was het heel eerlijk gezegd vergeten. Dus ik heb gepakt wat in mijn tas zat en dat was een papieren agenda en een peer. En nou, de agenda misschien, wat zegt dit dan over mij? Dat ik een hekel heb aan een digitale agenda. Ik kan er niet tegen dat het in mijn telefoon zit en dat ik bel. En ik hou echt van werken op papier. En wat heb ik met de financiële sector? Nou, ik ben econoom van huis uit. En ik heb gewerkt als onderzoeker bij de parlementaire enquêtecommissie naar de kredietcrisis. Dus de bankensteun in 2008. Nou ja, en daar gezien eigenlijk hoe gigantisch mis het kan gaan als je de financiële sector niet goed organiseert. En nu eigenlijk heel optimistisch wat een financiële sector kan bijdragen als je het zo inricht dat het dienstbaar is aan de samenleving. En in dit geval waar we het vandaag ook nog over gaan hebben, die klimaattransitie. Want we staan echt voor een enorme opgave. Daar hebben we iedereen bij nodig. En nou ja, niet in de laatste plaats ook de financiële sector. Ja, dus een dienstbare financiële sector. Zijn ze nog onvoldoende dienstbaar anno 2021? Ik denk dat het op een aantal onderdelen echt nog beter kan. Ja. Ja. Goed, van harte welkom. Ja, en dan links van mij, Joost Sneller van D66. Ja, Joost, jij bent al Tweede Kamerlid. Dit zijn allebei kandidaat-Kamerleden, maar jij bent al Kamerlid. Je hebt ook twee stemkaartjes meegenomen. Ja, stel je ook nog even voor en vertel ons ook wat jij hebt met de financiële sector. Ja, ik heb een kaartje van D66 met het Tweede Kamerlogo meegenomen. En ik hoop ook veel groen te stemmen vandaag. Ik ben inderdaad nu sinds 2017 Kamerlid en de afgelopen jaren ook woordvoerder op de financiële sector, waar ik ook met Eppo Bruins van de ChristenUnie en Bart Snels van GroenLinks, de voorgangers in zekere zin van de collega's, heel goed op samengewerkt, juist op de verduurzaming van de financiële sector. Waarbij de insteek ook steeds is, ja, de financiële sector heeft de afgelopen jaren vaak in het verdomhoekje nog gezeten. Ook als nasleep van de kredietcrisis, terwijl de financiële sector een hele belangrijke rol te vervullen heeft. Ook bij het ondersteunen van de transitie in de reële economie. En dat daar nog veel meer aandacht voor kan zijn. En volgens mij delen wij behoorlijk veel groene idealen. De Planbureau voor de Leefomgeving. Doen we het allemaal redelijk goed. Maar daar kan de financiële sector ook echt een bijdrage aan leveren. Dus ik was ook heel benieuwd inderdaad wie jullie dan gescout hadden op die vierde plek. Ja. Want er zijn natuurlijk ook een paar partijen waar wij nuanceverschillen, zeker die zijn er. En daar kunnen we ook goed over debatteren. Maar dat er een aantal partijen zijn die gewoon echt op de rem staan. En ook soms bij het PBL de doelen niet halen of niet mee hebben gedaan. Ja, want eigenlijk, jullie gaan straks wel zien in het debat waar dan wel de nuanceverschillen zitten. Want jullie zitten behoorlijk op één lijn als het gaat om de verduurzaming van de financiële sector. We hebben ook een initiatiefnota opgesteld. Het was inderdaad wat meer de rechterflank van de politiek die naast jou moet staan. Maar helaas, we moeten het zonder deze partijen stellen. Dus laten we even gaan kijken ook wie onze experts zijn, want die hebben we ook uitgenodigd. Allereerst Liesbeth van der Kruid. Jij bent directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Achmea, de grootste zorgverzekeraar in Nederland. Ja, van harte welkom. Ja, heeft een directeur MVO een beetje invloed in zo'n hele grote verzekeraar? Nou, je geeft al bijna het antwoord. Hè? Een beetje invloed sowieso. Nou, kijk, weet je, MVO-managers en directeuren lopen natuurlijk altijd een beetje op de troepen vooruit. Dat is ook precies onze rol. Dus wij zijn eigenlijk altijd minstens één stap verder. En soms denk je dan wel eens van, kom op jongens, en meelopen. Maar als ik terugkijk, ik doe dit nu ruim 10 jaar... dan zie ik wel dat die invloed er wel degelijk is. Wij zijn de mensen die de sector voor een deel moeten meeslepen en ook de buitenwereld moeten binnenbrengen. Nou, en ik moet zeggen dat dat lukt vrij aardig, ja.
Nou, fijn dat je er bent. We gaan straks ook jouw expertise ook betrekken bij het debat. Naast jou Marleen Jans-Groesbeek. Ook van harte welkom. Lector Sustainable Finance and Accounting aan de Avans Hogeschool. Ja, en al ruim meer dan 20, misschien wel 30 jaar specialist als het gaat om duurzaam ondernemen. In 2011 hebben jullie ook onderzoek gedaan, hè, naar de rol die de financiële sector kan vervullen als het gaat om het verduurzamen. En daarbij is al de conclusie getrokken dat die toonaangevend zou moeten zijn. Daarnaast ook veel verstand van verantwoord en duurzaam beleggen in jouw oude leven bij de institutionele belegger Eumedion. Ja, beide van harte welkom. Ja, laten we even kijken ook naar wat onze kiezers of wat onze kijkers eigenlijk wie ze zijn en wat ze ook vinden. Misschien kunnen we eerst even zien wie er allemaal met ons meekijken. Gaan we één diaatje terug, denk ik. Tenzij stemgedrag identiteit is. Dat, Ja. Nou, we hebben in ieder geval heel veel mensen uit de financiële sector. Een 3% de media die meekijkt. Brancheverenigingen aanwezig. Nou ja, politieke partijen, jullie collega's kijken ook mee. Ambtenaren en toezichthouders. En een categorie overig. Is ook altijd leuk om te weten wie dat zijn. Dus laat ons nog even in de chat anders weten wie jullie zijn als overig. En ja, op wie wil men gaan stemmen? Is dat ook al bekend of hebben we veel zwevende kiezers bij ons? Het is een wereld te winnen. Kijk aan, D66, nou, dat is toch wel leuk, Joost. Die steekt er met kop en schouders dan toch al bovenuit. VVD, 23%. De PVV, 0. Nou ja, dat is niet een beetje, dat is niet volgens de peilingen, hè, want ook de PVV zou groot kunnen worden. Het CDA, een aantal mensen. GroenLinks, Laura, toch 13%. En de ChristenUnie 1,6%. Ja, er is een wereld te winnen vandaag. Er is een wereld te winnen, maar je hebt in ieder geval wel een aantal medestanders. En een categorie overig, misschien wel de zwevende kiezer ook. Ja, en ik ben ook al benieuwd met welk... Waar denkt u aan als het gaat om duurzaamheid in de financiële sector? Ja, er wordt heel veel genoemd. Transparantie, die komt er eigenlijk een beetje als grootste uit... We zien inderdaad verantwoordelijkheid, energietransitie, grenzen handhaven, ondernemers de ruimte geven. Ja, misschien even onze experts, Lisbeth en Marleen, vallen bepaalde woorden jullie op als je zo heel snel even scant? Nou, het zijn er wel heel veel, hè? Het zijn er veel, hè? Ja. Ja. Nou ja, ik vind het wel interessant dat transparantie er zo mooi uitspringt. En dat, ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. We zijn nu natuurlijk nu allemaal bezig met het invoeren van de eerste tranche wet en regelgeving vanuit de EU op het gebied van duurzaamheid. En ja, ik denk dat als wij alleen nog maar kunnen zeggen wat we doen, hè, dus je kan wel zeggen van nou we zijn heel erg duurzaam, maar je kan het nu alleen nog maar zeggen als je het ook echt bent en kunt aantonen. Dat is heel belangrijk en het aantonen dat gaat ook, dat moet ook heel transparant gebeuren, waardoor je vergelijkbaar bent. Dus dat, ja, dan wordt het voor, in ieder geval voor het grote publiek en voor klanten zichtbaar wie wat doet. Ja. Dus ik denk dat dat een enorm stuwende werking heeft op de verduurzaming van de sector. Oké, ik zie ook nog een woord TCFD terug. Marleen, zegt jou dat wat? Ja hoor, Task Force for Climate-Related Financial Disclosure. Dus dat is weer die transparantie over de klimaatrisico's die de institutionele beleggers en andere financiële partijen lopen. Wat ik hier heel erg mis, is toekomstbestendigheid. Ja. Want waar het uiteindelijk om gaat, is dat we... met duurzaamheid, met duurzaam beleggen, met de rol van de financiële sector. En een economie creëren waar die wel tegen een stootje kan. Ja. Die niet plat gaat liggen op het moment dat er een virus is. Die niet plat gaat liggen op het moment dat in Nederland het water heel erg gaat stijgen. Dus wat ik hier een beetje mis is het nadenken over hoe maken we van Nederland nou... Een land en een economie wat tegen een stootje kan. Ja, dus een robuuste, duurzame, veerkrachtige financiële sector eigenlijk. Nou ja, en als we die hebben, dan hebben we ook een duurzame, veerkrachtige en een robuuste economie. Ja,
Goed, mooi. We gaan naar het eerste debat. We hebben dus drie debatten het komend uur. En elk debat zal worden geïntroduceerd met een kort filmpje. We gaan het eerste kwartier hebben over de rol van de financiële sector bij het halen van de klimaatdoelstellingen. En dit thema wordt geïntroduceerd door Femke de Vries. Zij is voorzitter Borgingscommissie Klimaatakkoord Financiële Sector. Mijn naam is Femke de Vries. Ik ben de onafhankelijk voorzitter van het klimaatcommitment van de financiële sector. En met dat commitment loopt de financiële sector internationaal voorop. Bijvoorbeeld door vanaf het boekjaar 2020 de impact te rapporteren over de impact van de relevante financieringen en beleggingen op het klimaat. Vanaf 2022 worden daar nog aan toegevoegd actieplannen van de financiële sector om bij te dragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Mijn stelling is dan ook dat de financiële sector een sleutelrol vervult bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Maar mijn vraag aan de deelnemers van het debat is, wat is daar nog meer voor nodig? Dus wat is er nodig aan de zijde van de financiële sector, maar ook aan de kant van andere partijen die betrokken zijn bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen? Ik ben heel benieuwd naar jullie reactie. Ja, nou, de stelling luidt dus, de financiële sector is onmisbaar om van de duurzaamheidsdoelstellingen een succes te maken. Ja, ik zou zeggen, laat even zien wat jullie stemmen. Ik denk dat we het wel allemaal weten, hè. Ja, het is ook allemaal groen. Nou, de mensen thuis, jullie kunnen ook stemmen. Ja, het zou me verbazen als je natuurlijk rood stemt. Maar wie weet, zijn er misschien toch ook nog wel mensen die het ermee oneens zijn. Ja, want Laura, laat ik met jou beginnen van GroenLinks. Hè? Want Femke geeft al aan in het filmpje, de financiële sector doet best al het een en ander. Hè? Hij heeft ook het klimaatcommitment ondertekend. Waarin ze inderdaad ook rapporteren, hè, over die CO2-uitstoot van hun financieringen en beleggingen. Maar je zei het net al, de dienstbaarheid is nog wel onvoldoende. Want wat zouden ze nog meer moeten doen inderdaad om te zorgen dat we die klimaatdoelstellingen halen? Ja, nou misschien eerst even in algemene introductie, misschien op de stelling is, kijk, wat ik altijd belangrijk vind om nog eens te benadrukken, is dat het komend kabinet echt het allerlaatste kabinet is dat klimaatverandering kan reduceren. Dus we hebben eigenlijk nog één kabinetsperiode om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. En dat is een enorme inspanning en ook een enorme verantwoordelijkheid. En daar hebben we dus iedereen bij nodig. Niet in de laatste plaats ook de financiële sector. Maar wat ik daarbij wel belangrijk vind om te benadrukken is dat de overheid natuurlijk in eerste instantie aan zet is. Want die overheid moet duidelijk aangeven waar gaan we naartoe. Hoe gaan we het beprijzen? Wat vinden we wel wenselijk? Wat niet? We hebben eigenlijk gezien in de afgelopen jaren dat duidelijkheid over, bijvoorbeeld, wanneer gaan die kolencentrales nou dicht? Normering over, mag je nou wel of niet nog investeren in nieuwbouwhuizen met een energielabel onder C? Dat soort dingen enorm kunnen helpen om de markt eigenlijk vanzelf zijn werk te laten doen. En daarbij zeg je eigenlijk, het huidige kabinet doet het onvoldoende. Absoluut. Geeft onvoldoende aan wat er wel en wat er niet nodig is. Misschien is het wel aardig dan, Joost, van D66. Heeft het huidige kabinet daar inderdaad ook echt wel veel ruimte laten liggen? Ja, ze hebben veel stappen genomen. Als je kijkt waar we in 2017 stonden met partijen die toen ook zeiden, er hoeft ten opzichte van Rutte 2 eigenlijk niks meer extra's te gebeuren. Dat was de VVD en het CDA dat helemaal niet toen bij het PBL doorrekende. Daarmee begonnen we. Dus dan denk ik dat je, als je kijkt naar de klimaatwet, mede getrokken ook door GroenLinks, maar ook het klimaatakkoord, dat er veel stappen vooruit zijn gezet. Maar het is heel duidelijk dat daar een schep bovenop moet. En dat ben ik ook helemaal met Laura eens, dat er dan ook zekerheid moet worden geboden op een veel langere termijn. En zeker voor het beleggerskant heb je dan ook die zekerheid nodig. Dus daarom vind ik het ook zo schadelijk dat sommige partijen weer dezelfde fout maken, namelijk die onzekerheid in het systeem laten, de doelen niet halen of helemaal geen extra ambitie erbovenop leggen, terwijl iedereen weet dat dat nodig is. Ja. Maar geef even dan een aantal hele concrete doelstellingen weer van jullie zeggen. Wij beginnen met 60%. We hebben al aan Europa gevraagd, zorg dat het 55% wordt. Dat heeft heel Nederland, het kabinet heeft dat gevraagd. Ja, dan moet je dat ook leveren. En dan zie ik dat partijen wijzen naar de beperkingen van het model van het Planbureau voor de Leefomgeving en zeggen, ja, maar Europa gaat nog meer doen, dus wij kunnen achteroverleunen. Ja, maar goed, je zegt 60% CO2-reductie, dat is eigenlijk de doelstelling. En op biodiversiteit, op stikstoftransitie heb je allemaal van dat soort kwantitatieve doelstellingen nodig. En dat is inderdaad, in een eerdere sessie met Femke de Vries ook,
moeten vervolgens worden doorvertaald in concrete dingen. En ik denk dat jij een heel mooi voorbeeld geeft met bijvoorbeeld welk energielabel is er in welk jaar het absolute minimum om te hebben. Maar dat is vervolgens een doorvertaling die je ook bijvoorbeeld in zo'n klimaatakkoord kan maken van die ambitieuze doelstellingen die we nodig hebben. Ja, maar goed, dus wat D66 betreft mag echt de ambitie mag omhoog. Moet. Naar 60%. Ja. Even de ChristenUnie, want wat gaan jullie zeg maar dan doen? Wat kan de financiële sector ook doen? Hè? Want je zegt, ze zijn onmisbaar om die duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Wat verwacht je concreet van de financiële sector? Nou, misschien een heel klein voorbeeldje. Er zijn allerlei financiële instellingen die bijvoorbeeld groenleningen aanbieden. Maar dat is dan heel erg voor nieuwe investeringen. Maar bijvoorbeeld, ik kom nog één keer met een voorbeeld uit de agrarische sector en dan stop ik ermee. Maar bijvoorbeeld als een akkerbouwer of een boer een transitie naar een biologisch bedrijf maakt, dan kan die aankloppen voor een lening met een korting. Maar een bestaande biologische akkerbouwer die heel veel risico heeft genomen om zijn bedrijf om te turnen, kan niet voor die lening in aanmerking komen. En ik wil wel dat mijn beroep op de financiële sector en op financiële instellingen is, alsjeblieft, beloon ook die ondernemers die stap al gezet hebben, maar blijvend een financieringsbehoefte hebben en maak hun risico daarmee kleiner. Dat is gewoon een enorme randvoorwaarde. Dus wat kan de financiële sector doen? Heel in het groot natuurlijk, op strategisch niveau de goede investeringen doen, maar ook op het grondvlak, in het dorp en de steden waar de kantoren van de banken zitten. Wees daar dan ook vriendelijk om die transitie op het erf en op de werkvloer mogelijk te maken. Ja, maar goed, dan zeg je eigenlijk hè, van zorg ook dat die financieringen dus groen worden. En niet alleen maar voor nieuwe investeringen, maar ook gewoon voor oude bedrijven. Maar dat gaat vooral over banken. Vermogensbeheerders bijvoorbeeld, wat zouden die kunnen doen? Nou ja, volgens mij, het andere is dat we ook als overheid, want eigenlijk is het niet alleen een opmerking richting de financiële sector, maar als overheid moeten we gewoon zorgen voor heldere standaarden. Niet alleen nationaal, maar bijvoorbeeld ook in Europa. Europees hebben we bijvoorbeeld gewoon een hele heldere green bond standard nodig, zodat we van tevoren gewoon allemaal weten van deze investering is groen. En weten we ook zeker dat die ook daadwerkelijk in de praktijk groen is, zodat financiële instellingen, zodat vermogensbeheerders weten, als ik daar mijn geld in stop, dan is het echt een groene investering. Dus dat soort randvoorwaardelijke zaken die eigenlijk heel veel te maken hebben met transparantie en met stabiliteit en met zeker weten dat wat je doet toekomstbestendig is en groen is. Dat is ook heel erg nodig. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Van een maatregel die we in Europa met elkaar moeten afspreken. Ja. Laura, GroenLinks? Ja, nou misschien in aanvulling. We hebben natuurlijk met elkaar ook een initiatiefnota gemaakt, hè, over de verduurzaming van de financiële sector en wat daarvoor nodig is. En kijk, eigenlijk twee belangrijke conclusies daaruit waren. Daar heb je misschien even eentje in aanvulling op, los van dat je goed moet. Dat de financiële sector een katalysator kan zijn van groene investeringen, moeten we ook veel meer zicht hebben op de risico's die er nu zitten in de financiële sector. En dat is eigenlijk een van de grote conclusies uit die nota, dat daar echt nog stappen gezet kunnen worden om daar meer zicht op te krijgen. Dus betere transparantie over waar zitten die risico's nou, en ook inderdaad standaardisering van een rapportage daarover, zodat daar ook, en dat is eigenlijk denk ik het belangrijkste, op gestuurd kan worden. Van hoe kan je die risico's nou beheersen, hoe kan je die afbouwen, en hoe kan je daar duidelijkheid over geven, zodat ook weer wederom de markt daarin zelf ook zijn werk kan doen, maar ook bijvoorbeeld de toezichthouder daar meer zicht op heeft en daar ook een rol in kan pakken. En ja. Nou ja, die beheersing van risico's is denk ik een belangrijke aanvulling. Want Liesbeth van der Kruij vanuit Achmea, inderdaad, draagt de financiële sector ook veel risico's in zich, doordat ze op dit moment ook beleggingen uit hebben staan, financieringen uit hebben staan in kwetsbare bedrijven? Nou inherent wel natuurlijk, maar als belegger probeer je daar natuurlijk ook invloed op uit te oefenen door met bedrijven waarvan je denkt van nou die lopen te veel risico of op termijn te veel risico om daarmee te engagen, hè, te bespreken van hoe zij het transitiepad zouden kunnen bewandelen, bijvoorbeeld fossiele industrie. Dat is een hele, hele belangrijke. Voor een deel zijn heel veel verzekeraars en andere beleggers trekken zich natuurlijk ook al terug uit beleggingen met hoge risico's. Kolen, schaliegas, hè, al die hele super slechte fossiele brandstoffen. Dus we bewegen wel mee. Maar het punt wat jij zegt is natuurlijk heel erg belangrijk. Green bonds, heldere standaarden, hè, die taxonomie, dat je precies weet van dit is groen en dat blijft ook zo. Hè, dus dat het niet over elk jaar weer verandert. Dus wij hebben echt behoefte aan
Duidelijkheid op de langere termijn. En dan, dan zijn de risico's ook overzichtelijk. En dan weet je wat je moet doen. En nu is dat allemaal nog een beetje te diffuus. Er is wel beweging, maar het kan allemaal wel een beetje sneller. Ja, ja. Want die heldere standaarden, waarom moet het zo lang duren dan, voordat die er komen? Nou, onder andere omdat het een heel gedetailleerd woordenboek is. Maar wij hebben inderdaad ook opgeroepen, zorg niet alleen dat het duidelijk is wat er groen is, maar vooral ook wat er bruin is. Ja. En wat er misschien wel zwart is. Want daar moeten we als snelste vanaf. Want het is heel mooi dat die groene investeringen en de groene beleggingen, dat die groeien. Alleen dat gaat van een relatief klein begin. Terwijl we weten dat steenkool en dat soort echt vervuilende industrieën, dat die gewoon zo snel mogelijk moeten worden afgebouwd. Ja, en ik een goed accent dat je, wat je daar legt. Ja. Maar betekent dat ook gewoon dat daar gewoon een verbod op moet komen wat D66 betreft? Nou, daar moet hetzelfde voor een aantal van dit soort instrumenten, ook exportkredietverzekering. Je moet een voorspelbaar afbouwpad volgens mij hebben. En een aantal banken, ING bijvoorbeeld, heeft ook gezegd, wij stoppen in dat jaar stoppen wij met kolencentrales. In dat jaar stoppen wij met de volgende meest vervuilende industrie. Of energiebron. Maar dan heb je inderdaad wel nodig, wat is dat dan precies? En dan heb je ook dus van de politiek nodig, wat is dat afbouwpad? Wat is mijn doelstelling? Wat is onze gezamenlijke doelstelling? Want dat is hier volgens mij ook steeds de oproep van de financiële sector geweest en van de groene partijen in de Kamer. Laten we ook kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Ja. En dat is ook wat we de financiële sector hebben opgeroepen, die anderhalve, onder de 2 graden blijven en dat uiterlijk in 2022 gaan laten zien hoe je dat gaat doen. Is mooi, maar het klinkt voor groene partijen in de Kamer niet al te ambitieus. Dus kijk ook of je eerder kan komen en of je ambitieuzer kan zijn. Ja, ja. Nou horen jullie ook wel zeggen, de politiek is ook aan zet. Hè? Die moet ook die standaarden formuleren, die moet daar ook het initiatief in nemen en vooruitstrevend zijn. Maar Laura, is het ook niet een beetje makkelijk dat de financiële sector daar wat te veel op wacht? Zouden ze niet ook zelf daarin proactiever kunnen bewegen? Ja, ik denk dat het antwoord daarop genuanceerd is. Want ik denk dat er, zeker als je het hebt over de afspraak om in 2022 te laten zien hoe ze klimaatrisico's gaan afbouwen. Kijk, ik denk hoe sneller je begint, hoe makkelijker de transitie gaat. En ook hoe minder schokken er komen. En hoe minder instabiel die transitie op latere momenten invulling krijgt. Dus ik denk dat de financiële sector in de eerste plaats er vooral heel veel bij te winnen heeft. Ja, wat om daar snel concreet, en voortvarend mee aan de slag te gaan. Waarvan zegt GroenLinks, van daar zouden wij eigenlijk wel verwachten dat ze wat proactiever zouden? Bijvoorbeeld, er is nu aangegeven, wij gaan ook onze bijdrage leveren aan Parijs. Nou, dat is hartstikke mooi. En dat met een bijdrage leveren is natuurlijk wel wat onduidelijk. Ik denk dat kan nog wel wat scherper geformuleerd worden en ook eigenlijk wel wat ambitieuzer. Je zou je kunnen afvragen, waarom onderstreep je niet gewoon het pad van Parijs? En zegt de financiële sector niet ook, wij gaan dus inderdaad in 20%, 30%, 55% van onze portefeuille gaan we weghalen, de fossiele investeringen afbouwen tot dat niveau. Ja. Nou ja, dat kan je volgen. Dan is het voor iedereen heel duidelijk. Dan kan de markt zich daarop aanpassen. En dan, Want Marleen, vanuit de Avans Hogeschool, ook lector, wat zou de financiële sector ook zelf kunnen doen om deze transitie te versnellen? Nou, ik denk dat de financiële sector op zijn eigen wijze al heel erg veel doet binnen de kaders waarin ze opereren. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat met de nieuwe president van de Europese Centrale Bank, met Christine Lagarde, ook Europees breed gekeken gaat worden naar hoe de financiële sector binnen de kaders van de ECB eigenlijk al nog steeds de fossiele industrie en de oude economie stimuleert. Denk aan het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank, die je zou bijna zeggen lukraak bedrijfsobligaties opkoopt. En wat zit daartussen? Allemaal fossiele bedrijven. Ja, ja. Dus je geeft daar zelf een enorm impuls nog steeds aan de fossiele industrie. En als je zegt van wat zou de financiële sector als eerste kunnen doen? De ECB ophouden met obligaties op te kopen van fossiele bedrijven. Ja, punt. En wat zou het anders kunnen zijn van de Nederlandse politiek? Nou, dat is wat wij ook hebben geschreven. En dat het ook binnen de doelstellingen in het mandaat past van de Europese Centrale Bank, dat die koolstofbias, want het is niet alleen dat ze lukraak dat opkopen, maar dat het een hogere koolstofgehalte heeft dan de economie als geheel. Ja. Door de specifieke obligaties die ze dan opkopen. Ja, daar hebben wij opgeroepen, ga dat afbouwen en stop daarmee. En ik heb in ieder geval Klaas Knot ook zien zeggen dat dat gebeurt. Maar het is wel een terecht punt. Ook de rol van de toezichthouders in Nederland de afgelopen jaren is natuurlijk ook heel belangrijk.
belangrijk geweest. Ja. En Frank Elderson vanuit de Nederlandse Bank, die hier echt een aanjagende rol heeft gehad, die nu naar de ECB gaat. Dus ik hoop ook dat daar dus dat is een compliment komt. Zeker. Nee, en ik bedoel, Laura van Geest nu bij de Autoriteit Financiële Markten, die ook niet voor niks gevraagd is om een rapport te maken over verduurzaming, dat ik daar ook echt wel een aanjagende rol zie, waar we als Nederland alleen maar profijt van kunnen hebben. Goed, laten we even kijken ook naar de vragen van onze kijkers. Ik zag net wat voorbij komen. Wat kan inderdaad de financiële sector ook doen om die duurzaamheidsdoelstellingen een succes te maken? Allereerst, we hebben toch een aantal mensen die oneens zijn. Het zijn er vier en de overgrote meerderheid is het eens met de stelling. We zouden natuurlijk heel graag willen weten waarom je ermee oneens bent, maar dat kunnen we nu niet vragen. Ja, dat was voor het debat, hè? Die zijn overtuigd nu. Die zijn nu overtuigd, ja. En laten we ook even kijken naar... Je zou ook kunnen zeggen van het woordje onmisbaar. We kunnen het ook doen zonder de financiële sector. Ik zag in de WordCloud eerder dat een aantal mensen ook opmerkingen hadden gemaakt over dat we de financiële sector, zoals we die nu kennen, eigenlijk overbodig is, dat we een hele andere financiële sector zullen gaan krijgen in 2050. Dus misschien zit het een beetje in het woordje onmisbaar. Oké, dus eigenlijk de financiële sector in zijn geheel is daarin misschien zelfs al een beetje gedateerd of een ouderwets. Zou je kunnen zeggen. We zouden het ook kunnen hebben over dat investeren in de financiële sector een soort stranded asset is. Nou, dat is misschien een ander voor een ander debat. Laten we even kijken naar wat vragen uit van onze kijkers. Klaas van Egmond die vraagt waarom niet een publiek geldstelsel? Dan schept de overheid weer het geld als het hoort en kan de transitie probleemloos betalen. Nou, eigenlijk een beetje, dus we hebben de financiële sector eigenlijk niet meer nodig voor die transitie. Zou dat een goed idee zijn? De overheid creëert een eigen geldstelsel en maakt op die manier transitie mogelijk? Nou, ik wil even, even naar de politieke partij. Is dat een goed idee, jongens? Wie? Nou ja, ik denk eigenlijk, kijk, de komende jaren zijn cruciaal voor die transitie naar een duurzame economie. Dus ik denk dat we vooral moeten focussen op binnen het stelsel zoals we nu hebben, zorgen dat die transitie gaat vliegen. En ik denk wel, kijk, die vraag komt natuurlijk voort uit onvrede over hoe we omgaan met het ECB-beleid en met geldcreatie en misschien de behandeling van vreemd vermogen versus eigen vermogen. Dus daar liggen allemaal hele terechte zorgen en vragen achter. Maar als we het nu hebben over die vlucht nemen voor de duurzame economie, denk ik dat we dat ons daar beter... En volgens mij laten een aantal van deze partijen ook zien in alle doorrekeningen dat het gewoon kan door gewoon de staatsschuld wat op te laten lopen en te zorgen dat je die klimaatschuld inloopt. Ja. Dus de betaalbaarheid is er. Ja. Misschien ook inderdaad even een aardige vraag van De Bruin. Welke rol hebben adviseurs om bedrijven en burgers in de transitie naar duurzaamheid mee te nemen? Want dan praten we eigenlijk vaak over banken. Hè? Dat is toch een beetje de financiële sector wordt toch bijna altijd geassocieerd met banken. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere spelers die ook een belangrijke rol spelen. Zien jullie een belangrijke rol weggelegd voor de financiële adviseurs ook? Ja, absoluut. Eerder was gezegd van bij ieder financieel advies wat je geeft, moet je een beetje jezelf eigenlijk de vraag stellen: zou ik dit advies iedere dag kunnen geven? En wat is dan, als al mijn collega's dat ook doen, wat gebeurt er dan met ons land? Wat gebeurt er dan met onze planeet? Dus ik vind eigenlijk de rol van adviseurs is super belangrijk. Zeker omdat zij hebben vaak kennis die de klant niet heeft of minder heeft. Dus er gaat een enorme sturing uit van een adviseur. En dat kun je invullen op de werkvloer, bij mensen thuis met het kiezen van een hypotheek. Met de keuze voor wel of niet investeren in verduurzaming van je huis. Dus het is heel praktisch. En dat is inderdaad wel, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de koppeling tussen grote instellingen en uiteindelijk bij de mensen en bij de ondernemers thuis. Dus ja. En vice versa, hè? Want het werkt ook andersom. De bedrijven en de burgers kunnen ook aan de adviseurs aangeven waar zij nou eigenlijk behoefte aan hebben. Want je kan allerlei dingen bedenken, maar het kan precies net verkeerd bedacht zijn voor die individuele ondernemer of particuliere huiseigenaar. Ja. En die financiële adviseur die heeft natuurlijk ook echt dat werkelijke contact tussen met mensen zelf. Ja. Nog even een laatste vraag en dan gaan we naar de tweede stelling. Moet de transitie gefinancierd worden met meer schuld of juist met eigen vermogen? Vraag van Mark Sanders. Ja, jullie zeiden het volgens mij net al. Pieter? Ja, volgens mij GroenLinks en D66 kiezen iets meer dan de ChristenUnie in de doorrekening voor het laten lopen van de staatsschuld om de transitie te bekostigen. Wij denken dat dat zowel de klimaatschuld als de financiële schuld voor onze kinderen beperkt kan blijven. Dat is meer globaal het antwoord, is meer specifiek.
Nee, ik denk dat, financiële dienstverleners bereid moeten zijn risico te lopen in die transitie. Als wij alleen al het tussendoel van 2030 willen halen in Europa, dan zijn er de komende jaren gewoon honderden miljarden aan investeringen nodig. En daar heb je toch wel, misschien moet je dan wel iets kritischer zijn met betrekking tot je risicoperceptie en het uitlenen van geld. Omdat vaak die transities eenmalige investeringen zijn die zich in de exploitatie misschien wel terugverdienen. Maar betekent dat dan ook vanuit de ChristenUnie dat je zegt de banken en de financiële instellingen mogen meer risico nemen als het gaat om groene investeringen? Ja, ik ga niet op een stoel zitten, maar ik kan me heel goed voorstellen. Ik heb net toen ik begon met mijn introductie met die appeltjes de groenlening met een korting genoemd. Ik kan me heel goed voorstellen dat je ook een renteopslag voor bruine en voor zwarte activiteiten, wat mij betreft sowieso niet meer. Maar dat de grijze en bruine activiteiten gewoon veel minder aantrekkelijk worden om te financieren en de groene aantrekkelijker. Ja. Laura, dat is iets wat uit de sector zelf kan komen. En breder zie ik dat wel. In de fiscale behandeling van eigen vermogen versus vreemd vermogen zie je gewoon bij alle partijen hier aanwezig in ieder geval een verschuiving naar meer financiering via eigen vermogen voor bedrijven in ieder geval. Okay. Dat sowieso, want dat vind ik wel eigenlijk aan onze vorm van kapitalisme. De afgelopen jaren zijn we er echt wel uit de bocht gevlogen. Doordat financieren met vreemd vermogen fiscaal zo aantrekkelijk is, is erop geanticipeerd. Ja, en wij zeggen inderdaad van alsjeblieft, herwaardeer het Rijnlands kapitalisme, het Rijnlands model, met investeren op lange termijn, met lange horizonnen, met name familiebedrijven. En doe dat inderdaad meer via eigen vermogen dan via vreemd vermogen. Dus als zo beschouwd, zou ik hem zo beantwoorden. Duidelijk punt. En ik zie alleen maar knikkende collega's. Dus we gaan door met het tweede blokje. Pardon. En dat gaat inderdaad over het groen herstelbeleid van het nieuwe kabinet. Hoe belangrijk moet dat groene herstelbeleid worden? En we hebben een inleiding van Diederik Samson, kabinetchef van de eurocommissaris Frans Timmermans. Laten we gaan kijken. Op dit moment zitten we nog volop in de pandemie. Maar het is gelukkig ook al duidelijk dat we daar een keer uitkomen. En de opdracht van het volgende kabinet zal dan ook zijn het vormgeven van het herstel van de economie die zo'n enorme klap heeft opgelopen. En dan is de vraag, hoe doen we dat? Keren we terug naar zoals het was? Vliegen zoals we vlogen, rijden zoals we reden, fabrieken laten draaien zoals we altijd draaiden? Of maken we de sprong naar de toekomst, naar die schone en circulaire economie, ook als dat iets meer tijd, iets meer geld en iets meer moeite kost? En dat brengt me bij de stelling, een groen herstelbeleid moet de prioriteit van een nieuw kabinet zijn. Ja. Het groen herstelbeleid moet de prioriteit zijn van een nieuw kabinet. Laten we nog misschien een beetje aanscherpen. misschien gewoon eigenlijk 100% op groen herstelbeleid. Ja, jullie mogen even stemmen, jongens. Wat gaat het worden? Ja, het is saai, maar allemaal. Het wordt een beetje saai. Ja, hè? Het is inderdaad gewoon groen. Ja, en Pieter, we zeggen het ook allemaal, hè, het is belangrijk, klimaat is belangrijk, het herstelbeleid is belangrijk. Maar je ziet dan wel dat er constant allerlei ambities worden uitgesproken. Maar dat het feitelijk niet haalbaar is om die ambities ook echt te halen. Dus hoe kunnen we nou voor zorgen dat zo meteen met de ChristenUnie in het kabinet het niet alleen maar mooie ambities zijn, maar dat we daadwerkelijk ook gaan realiseren wat er gerealiseerd moet worden? Nou ja, volgens mij moeten we nu echt een focus hebben op klimaatdaden in plaats van nog weer hogere klimaatdoelen. Laten we alsjeblieft dus niet die 60% van deze. Nou ja, de focus van de ChristenUnie ligt niet op 55-60%, maar wij willen wel zoveel mogelijk realiseren de komende jaren. En die transitie gaat ook voorbij 2030. En daar hebben we heel veel voor nodig. Dus als 1, 2. Door deze partijen die hier staan zo groot mogelijk te maken natuurlijk op 17 maart. Zodat wij aan die formatietafel de onderhandelingsmacht en kracht hebben. Ja. Om daadwerkelijk al die investeringen doen, ook groen voor de in te zetten. Die dan kijken, want inderdaad als jullie dan straks de grootste worden. Ja. Wat is de eerste stap die je gaat zetten om het groen herstelbeleid daadwerkelijk kans van slagen te geven? Nou, dat is de strategische knopen goed doorhakken. Dus bijvoorbeeld op de energietransitie is een enorme bottleneck bijvoorbeeld de infrastructuur. Dus alles moet ingezet worden dat als we straks bij spreken de financiële instellingen en de ondernemers van goede wil zijn om het te elektrificeren en energie te besparen, dat onze netten
er ook op voorbereid zijn om te kunnen elektrificeren. Dus er zijn een aantal grote strategische knopen die moeten worden doorgehakt, waaronder bijvoorbeeld deze. Dat is de tweede. Ja, dus ons netwerk eigenlijk. Ja, ons netwerk. En dat zijn echt ruimtelijke en ruimtelijke vraagstukken, maar ook vraagstukken van regie. Hè. Neemt het Rijk echt regie om in ons land en op zee de goede dingen te doen? De tweede is, ja, we hebben nu een groeifonds van 20 miljard. Het Centraal Planbureau hield ons ook strak aan dat het niet meer dan 20 miljard mocht zijn. Nou, wat mij betreft wordt dat groter. En gaan we daar ook inderdaad heel hard afspreken van dat we zoveel gaan investeren in de mobiliteitstransitie van weg naar OV en fiets. Dat wij gaan investeren in de energietransitie. Dat we gaan investeren in fundamentele kennis ook en in innovatie op het gebied van die energietransitie, van groen herstel. Dus dat zijn zo wat punten die we volgens mij zo met z'n drieën binnen 5 minuten kunnen vastleggen in een nieuw regeerakkoord. Ja. Want GroenLinks, concreet, wat wordt jullie eerste prioriteit naar het groen herstelbeleid? Nou, ik ga toch gewoon weer beginnen met wat ik zo graag zeg. Of nou ja, eigenlijk wil ik het niet graag zeggen, maar het is zo. Het komende kabinet is het laatste kabinet wat de klimaatcrisis nog kan terugdringen. Ja, dus wat gaan jullie meteen doen als jullie er zitten? De vraag is, het vraagt niet om één maatregel. We noemen niet voor niets een transitie. Het vraagt om een heel andere vervoerssector, om hele andere woningbouw, om heel ander reizen, om heel andere voedselproductie. Op ieder terrein van onze economie moet het anders. Dus kijk, ik denk dat het belangrijk is dat we ons dus met z'n allen, de partijen die een kabinet gaan vormen, zich achter die doelen scharen. En dan is het een enorme opgave en een enorme puzzel om dat in te vullen, hoe je dat precies gaat doen. En ik denk wat het belangrijkste is om dat voor elkaar te krijgen, is dus dat je met elkaar afspreekt, hoe gaan we nou die rekening eerlijk verdelen? En wat vinden we daarbij belangrijk? Hè? Waar leggen we, wat moet de overheid voor zijn rekening nemen? Wat vinden we redelijk om aan de mensen te vragen? Wat vinden we redelijk om aan de industrie te vragen? En voor GroenLinks is het dus even los van losse maatregelen, want is het belangrijk dat we die rekening eerlijk verdelen. Dus dat de mensen die een kleine portemonnee hebben niet geconfronteerd worden met hoge lasten. En dat we ook zorgen dat de grote bedrijven die het meest vervuilend zijn ook een eerlijke bijdrage leveren. Want op dit moment zijn nog steeds zijn er 30 bedrijven verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot. En ik denk dat het belangrijk is, nou ja, dat we daar dus ook goed naar kijken. Maar goed, je zou kunnen zeggen, we gaan dus die vervuilende bedrijven, die gaan we dus gewoon afbouwen. Die moeten op een gegeven moment gewoon de Nederlandse economie uit. Wat zijn jullie concrete voorstellen? Nou, ik denk, als je het hebt over wat echt een sleutel is in het klimaatbeleid, is het gewoon een goede CO2-beprijzing. Omdat dat werkt eigenlijk op ieder terrein door. En daar vraagt de industrie ook zelf om. Hè? Dus ik denk dat dat een belangrijke maatregel is om op heel veel terreinen een transitie in gang te zetten. Ja, maar heel even naar Marleen van de Avans Hogeschool. Want er wordt gezegd, we moeten de rekening eerlijk verdelen. Maar levert het uiteindelijk ook niet gewoon veel meer op? Wat levert veel meer het op? Het hele groene herstelbeleid. Dat we uiteindelijk ook naar een economie gaan die gewoon geld gaat opleveren in plaats van geld gaat kosten. Ja, dat spreekt voor zich. We gaan, Vandaar dat ik een beetje afvroeg hoe zit deze vraag in elkaar. Het spreekt voor zich, want we al die sectoren die Laura noemt, die moeten allemaal geïnnoveerd worden, willen we naar die toekomstbestendige economie komen. Dus innovatie betekent dat je afscheid moet nemen van oude industrieën, oude methoden en technieken. En dat je mee moet gaan met de wensen van een samenleving voor de toekomst. En dat betekent andere banen. En dat betekent ook consequenties voor omscholing. Dus je creëert een nieuw vliegwiel wat allemaal nieuwe economische groei gaat opleveren en veel meer banen. Ja, want D66, het wordt vaak gepresenteerd, hè, het groen herstelbeleid, dat gaat heel veel geld kosten, moeten de rekening eerlijk verdelen. Maar uiteindelijk mis ik ook een beetje in de hele discussie de winst die we ermee kunnen pakken. Ja, ik ben blij dat je me introduceert dan, want ik denk, er wordt heel veel vanuit beperkingen en het is een soort van zonde die we met z'n allen begaan geredeneerd, terwijl er ook heel veel kansen liggen en er ook heel veel reden is voor optimisme. Ik bedoel, vervuiling, als dat vermindert, is niet alleen goed voor de economie en voor toekomstige generaties, maar hebben we allemaal plezier van. Ja.
En los van de verdienkansen die er liggen, als je dit ambitieus wat aanpakt. Wat zijn onze verdienkansen voor de Nederlandse economie, als we inderdaad vol inzetten op de financiële sector ook. Er ligt gewoon 5,6 miljard ook in Europa te wachten uit het Europese herstelfonds, waar je een aanvraag kan doen om gewoon te investeren. En bijvoorbeeld de ChristenUnie heeft een motie ook samen met GroenLinks ingediend over een nationaal isolatieprogramma, om dat daaruit te financieren. Lagere energierekening voor mensen, minder stookkosten, minder vervuiling. Ik bedoel, dat zijn allemaal gewoon directe winstpunten daarvan. Los van inderdaad, wat je terecht aangeeft, dat als dit de economie van de toekomst is en jij bent daar een voorloper in als Nederland, dan ben je ook gewoon spekkoper zometeen als die economie er is. Wat volgens mij essentieel is dat wij. Want er is een risico natuurlijk dat we bedrijven die nu veel CO2 uitstoten een beetje min of meer buiten haken plaatsen. Maar dat is volgens mij niet wat we moeten doen. Klimaatbeleid en industriebeleid moeten de komende jaren echt hand in hand. En het is echt die bedrijven. Wij hebben in Nederland in onze vruchtbare delta, in onze Noordwest-Europese delta, ook een fantastische uitgangspositie om die maakindustrie die we hebben te vergroenen, te elektrificeren. En wat ons betreft, wat de ChristenUnie betreft, gaan dus ook plafonds uit subsidiepotjes die er nu zijn, gaan eraf. Zodat je die sector aan de ene kant via CO2-beprijzing prikkelt, maar anderzijds via de wortel en de stok, via de wortel ook aantrekkelijk maakt om als eerste in Europa te vergroenen. Want dat zou ook moeten gebeuren met subsidies, maar laten we even bijvoorbeeld de rol van private equity nemen. Ja. He, ook een van de koepels die dit debat organiseert. Wat verwachten jullie bijvoorbeeld van private equity partijen? Zouden die vol moeten gaan investeren en moeten gaan financieren op groene starters bijvoorbeeld? Ja, dat is alleen nog maar misschien. Ik ga niet over hun portefeuille, maar in ieder geval, zij hebben natuurlijk hele belangrijke. Want de financieringsopgave, de investeringsopgave is gigantisch. Dus het zal natuurlijk niet alleen vanuit de SDE++ komen. Hè. Dat gaat alleen maar over de onrendabele top. Dus het leeuwendeel van de investeringen zullen door geldverstrekkers worden georganiseerd. Maar die kiezen onder dus vaak voor conservatievere investeringen. De beweging die je de afgelopen 4 jaar wel hebt gezien, is het is van een soort idealisme naar gewoon keiharde economie en realisme gegaan. En ik denk dat dat ook bij de private equity wel tussen de oren is gekomen. Ik zie inderdaad ook nog wel dat beleggers iets de engagement waar je het eerder over had, dat het moet wel tanden krijgen ook. Maar dat komt wel natuurlijk steeds meer. En ja, daar gaat private equity ook in mee. Laten we ook nog even kijken naar de rol van de verzekeraars. Hè? Bijvoorbeeld, wat zouden zij ook kunnen doen om dat groene herstelbeleid te versnellen? Idee, GroenLinks, Laura? Ik denk dat er in de verzekeringssector eigenlijk vooral een heel erg grote opgave ligt met betrekking tot de risico's die er liggen. En daar goede afspraken over maken en daar ook veel inzicht in krijgen. Want om een voorbeeld te noemen, we investeren Nederlandse instellingen bijvoorbeeld voor 97 miljard al geïnvesteerd in gebieden die kwetsbaar zijn voor waterschaarse. Vorig jaar was 70% van de verliezen op Activa door klimaatschade was gewoon onverzekerd. En eigenlijk steeds meer toezichthouders luiden ook de noodklok. Die zeggen, als we niet boven de 2 graden uitkomen, dan dreigt eigenlijk misschien die klimaatrisico's gewoon misschien helemaal niet meer verzekerbaar te worden. En ik denk dat daar dus een hele belangrijke opgave ligt om afspraken te maken. Kijken, hoe gaan we dat nou organiseren? Hoe ga je verliesdeling goed organiseren, zodat die verlies ook eerlijk verdeeld worden? Wat zijn dan de zorgen? Dat we op een gegeven moment dat de verzekeraars objecten hebben verzekerd die eigenlijk door de klimaatcrisis onverzekerd blijken te zijn? Dat is al het geval. Dat is gebleken dat heel veel verliezen gewoon onverzekerd zijn tegen klimaatschade. Maar ook dat die verliezen zo groot worden als we eigenlijk niet ambitieus klimaatbeleid voeren, dat het gewoon niet meer verzekerbaar is. Omdat het gewoon. We zien nu al dat sommige klimaatschade eigenlijk leidt tot hele ad hoc, hele forse verliezen voor verzekeraars. En daar moet je met elkaar over in gesprek, hoe je dat goed kan organiseren. En ik denk ook dat voor Nederland daar wel een kans ligt, ook weer als je het hebt over die voorlopersrol. Dit vraagstuk komt in alle landen aan de orde, bij allerlei financiële sector. En ik denk als wij daar als Nederland als eerste goed over buigen, hoe we dat organiseren, we een ontzettende voorsprong qua kennis en expertise hebben om ook te delen. Want Lisbeth, vanuit Achmea, wat verwachten jullie eigenlijk van de politiek als het gaat inderdaad om het verzekeren?
Nou, even twee dingen. We werken, het Verbond van Verzekeraars werkt bijvoorbeeld sinds kort ook officieel met samen KMI. Met KNMI. Om heel goed te kunnen voorspellen of er slecht weer aankomt. En ook wij gebruiken onze schadedata, die leveren we ook weer aan het KNMI. Zodat ze precies weten wie je moet waarschuwen en waarvoor. En dat is natuurlijk allemaal, dat gaat over preventie, het voorkomen van schade. En als we schade voorkomen, dan blijft de verzekerbaarheid in stand. Want het is natuurlijk niet zo dat het is iets wat we met elkaar doen. We delen het risico. Premie betalen is met elkaar het risico delen dat jij of jij iets krijgt, maar als we het allemaal hebben, dan is het niet meer verzekerbaar. Dus dat soort samenwerkingen zie ik als heel belangrijk. Dus het beschikbaar stellen van onze inzichten. Aan de andere kant gaat het natuurlijk ook om het verzekeren van die transitie. Als we even gewoon kijken naar, ik zou bijna zeggen, huistuin- en keukendingen, zonnepanelen bijvoorbeeld. Wij verzekeren ze graag. Maar het is wel een beetje een wereld van cowboys. Dus we hebben wel behoefte aan kwaliteitseisen, certificering. Ja, de overheid moet standaarden zetten, dan kunnen wij verzekeren. Exact. Als die standaarden er niet zijn, dan wordt het gewoon lastig. Want die dingen kunnen in brand vliegen als ze niet goed zijn geïnstalleerd. Nou, die batterijen komen eraan. Dat is natuurlijk die lithiumbatterijen, daar zitten ook risico's aan. Dus standaardisering, certificering, heel belangrijk. Kunnen wij ook mee helpen, want wij hebben die inzichten ook. Ja, en dan kunnen we verzekeren. En als er verzekerd kan worden, dan faciliteer en stimuleer je eigenlijk die transitie. En dat is een hele belangrijke rol van verzekeren. Ja, Pieter? Ja, ik helemaal eens hiermee. Tegelijkertijd moeten we ook beseffen dat klimaatverandering gaat gepaard met toenemende risico's. Maar vaak blijft het nog steeds kleine kans, gigantisch gevolg. Denk aan overstromingen. En dan blijft dat, wat de ChristenUnie betreft, de overheid wel een hele belangrijke partij. Dus niet elk risico. Je moet je echt afvragen of je elk risico verzekerbaar wil maken. Ik weet, er is van oudsher een discussie met het Verbond van Verzekeraars om overstromingsrisico's in Nederland verzekerbaar te maken. Maar dan zie je dat een private verzekeraar moet eigenlijk binnen een afzienbare tijd een redelijk pot geld opbouwen om dat eventuele risico het hoofd te kunnen bieden. Dus de buffers moeten ook omhoog. Maar dat leidt ertoe dus dat de premiestelling de eerste 20, 30 jaar best wel hoog is, terwijl het misschien pas over 100 of 200 jaar of 300 jaar gebeurt. Want we hebben hier in Nederland gigantische veiligheidsnormen, gelukkig maar, met een 1/10.000 kans op een overstroming hier in de Randstad. Maar heel even, dus daar heeft de overheid een belangrijke rol. Ja, maar wat zeg je dan eigenlijk? Want dan zeg je van nee, je kunt niet alle risico's kun je verzekeren. De buffers moeten misschien ook wel omhoog van de verzekeraars, dat ze daadwerkelijk ook voldoende in kas hebben. Is dat wat de ChristenUnie zegt? Nou ja, je moet heel goed afwegen wanneer je iets publiek wil organiseren. Zoals in wat de ChristenUnie betreft een overstromingsrisico. En wanneer je iets privaat wil laten. Dus ik ben het helemaal eens met de kaders en de standaarden. Maar ik ben ook wel, we moeten ook wel de discussie aandurven van waar heeft de verzekeraar wel een rol en waar heeft de verzekeraar niet een rol. Okay. En daar zijn wel van oudsher wel wat verschillende klankkleuren. Tussen waar de verzekeraar een kans zou of een rol zou moeten hebben en waar niet. Oké, dus daar in ieder geval duidelijk onderscheid wat privaat en wat publiek, ook als het om de risico's gaat. We gaan nog even naar een laatste vraag van Maurits Heldering. Moeten er meer fiscale voordelen komen voor particulieren om te investeren in groene financiële producten? Ja, even een andere vraag, maar dat heeft wel alles met het debat te maken. Maar even de particulieren, zouden zij ook fiscale voordelen moeten krijgen, vinden jullie, om te investeren? Want het heeft allemaal wel heel veel geld nodig straks, die hele transitie. Ja, die krijgen ze deels al. Ik denk dat het twee kanten zijn. Want wat ook Diederik Samsom in het filmpje zegt, we moeten veel meer die vervuiling en die CO2-uitstoot in de prijzen krijgen. Dat is het hele idee, ook achter die CO2-heffing. Want nu is eigenlijk vervuilen veel te goedkoop, waardoor de groene producten ook relatief te duur zijn. Dus eigenlijk als die groene producten goedkoper worden, als die dan ook goedkoper worden, meer gekocht? Ja, net als met de activa op de balans. Ga je zeggen, je krijgt een groene bonus of zeg je, je krijgt een bruine malus? En volgens mij kan je naar allebei kijken, maar moeten we niet per se, zeker gezien de discussie ook over de hoge schulden van huishoudens, dat extra schulden maken niet al te veel stimuleren. Maar moet je vooral ook zorgen dat dingen die nu kunstmatig goedkoop zijn, omdat we het afwentelen op toekomstige generaties, de kosten ervan en op het klimaat en de leefomgeving, dat we die veel meer daarin brengen. En dat is het fiscale voordeel ook voor de particulier? Nou ja, dan wordt het relatieve prijsverschil tussen de niet-groene optie en de groene optie wordt dan kleiner. En vervolgens, er zijn al een aantal fiscale prikkels om ook groene beleggingen bijvoorbeeld te doen. Ja. Ik wil nog één laatste vraag terugkomen over het financieren ook. Hij is even van ons beeld af. De komende jaren door Carine
zien dat de komende jaren zal er veel geld naar het aflossen van de COVID-steunschulden gaan. Hoe moeten we de klimaattransitie dan financieren? Is er straks nog wel geld, jongens, voor deze hele transitie? Zeker. Nederlandse ik heb het idee dat geld helemaal geen probleem is. Kijk, we moeten wel beseffen dat schulden op enig moment moeten worden afgelost. Maar op dit moment krijgt de Nederlandse staat gewoon nog geld toe. Dus het is op zich een no-brainer dat je nu... Na de Tweede Wereldoorlog hebben we geïnvesteerd in de wederopbouw. Na de watersnoodramp hebben we geïnvesteerd in de deltawerken. Na de coronacrisis moeten we investeren in groen herstel. En dan moeten we niet als een kruidenier daarmee omgaan. Dan moeten we echt met visie en strategisch de knopen doorhakken. En wat mij betreft is zo de dag na 17 maart is dat aan de orde bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord. Ja. Laura? Ja, heel erg eens. En ik denk eigenlijk dat alle drie de partijen die hier zijn ook laten zien dat we inderdaad de schuld wel iets laten oplopen, maar heel beperkt en binnen ieder risico. En eigenlijk is het een no-brainer dat het zichzelf ook uiteindelijk weer terugverdient. En we hebben het heel vaak over de kosten van de klimaattransitie, maar eigenlijk hebben we het nooit over wat het kost als je het niet doet. Precies. En bijvoorbeeld, zo'n bouwstop door de stikstof, dan kan je nagaan wat je daaraan verliezen rekent. Corona eigenlijk is ook, is misschien een eerste prikkel van de natuur dat laat zien, als we het niet goed organiseren, hoe het je economie volledig plat kan leggen. Dus ik denk dat die focus op kosten, het is belangrijk, we moeten het beheersbaar doen en verantwoordelijk doen. Maar we moeten ook niet vergeten dat niet doen, dat de kosten daarvan veel groter zijn. En de variabele kosten zijn vaak lager. Hè? Bijvoorbeeld elektrisch gaan rijden. Je moet de drempel over van de aanschaf of je huis isoleren. Je moet de drempel over van de aanschaf. Maar het is eerder een financieringsvraag. En die kunnen wij als overheid mede en als financiële sector mede helpen oplossen. Maar het is eigenlijk geen vraag van exploitatie. We moeten even over die hobbel heen en dan wachten. Ja, er was ooit een lijsttrekker die zei dat windmolens op subsidie draaiden. Die heb ik dat de afgelopen jaren ook niet meer horen zeggen. Ja, die heeft zijn woorden daarin teruggetrokken. Goed, zeker. We gaan naar het laatste onderwerp. En dat gaat over het vestigingsklimaat in Nederland. Zou het kunnen zijn dat wij als USP het groene financiële hart van Nederland in kunnen gaan zetten om het vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren. Wie weet, Iris van der Looy, directeur Duvas, die geeft daar een korte introductie op. Moet je even naartoe komen fietsen, want we hebben namelijk met Duvas ons kantoor opgezegd. En dat hebben we gedaan omdat we blijvend een bijdrage willen leveren aan minder CO2-uitstoot. We hopen andere bedrijven te stimuleren en te inspireren dat ook te doen en blijvend minder reisbewegingen te maken. Maar voor de opname van deze stelling hadden we een omgeving nodig die jullie associëren met de financiële sector. En daarom nemen we die op vandaag op de Zuidas. De leden van Duvas zijn asset managers. Dat zijn beleggingspartijen die beleggen het Nederlandse pensioenvermogen. Geld van Nederlanders wat ze nodig hebben in de toekomst. Dat wordt belegd met een groen hart. Klimaat en duurzaamheid zijn hele belangrijke onderwerpen daarbij. En samen met andere spelers uit de financiële sector zetten we ons daarvoor in Europa en spelen daar een hele belangrijke voortrekkersrol. En daarover gaat mijn stelling. Want je ziet dat na de Brexit een heleboel partijen naar de Nederlandse markt en wij vinden het belangrijk dat voor het Nederlands vestigingsklimaat de Nederlandse financiële sector positioneren als het groene financiële hart van de wereld. Ja, we moeten Nederland in het kader van het vestigingsklimaat meer positioneren als het groene financiële hart. Ik zou zeggen, laat je moeten stemmen. Moeten we nog? Ja, daar gaan we. Ja, moeten we nog, hè? Ja, dat is goed ook voor de beweging om af en toe even wat te doen. Wederom natuurlijk groen. Ja, Joost, want je zegt absoluut belangrijk. De financiële sector, Duvas zegt ook van laten we dat ook vooral doen. Nu is het wel zo dat we heel veel kennis hebben als het gaat om verantwoord en duurzaam beleggen. Maar dat ook wel heel veel kennis ons land verlaat. Hoe kunnen we die kennis ook echt vasthouden in Nederland? Nou ja, er werd ook al door Femke de Vries in het eerste. De financiële sector in Nederland loopt voorop. Alleen het is wel een sector waar andere landen de hele tijd ook naar kijken. Want ja, dit is gewoon de toekomst. Dus andere landen die lopen ook heel hard. Dus stilstand is achteruitgang volgens mij. En dus moet je blijven innoveren. En daarom hebben we ook de financiële sector opgeroepen ambitieus te blijven. En daarom roepen we ook toezichthouders op. Loop weer verder voor de troepen uit. Zodat je inderdaad, en dat vind ik mooi, het spreekt me heel erg aan uit het filmpje, deze groene transitie ook ziet als een kans. Want dat is het natuurlijk ook. Maar is Nederland voldoende aantrekkelijk om ook daadwerkelijk
daadwerkelijk het groene financiële hart te blijven. Ja, je ziet toch als gevolg van Brexit dat er heel veel financiële instellingen ook weer voor Nederland kiezen. Maar dat is niet een gegeven dat ze dan ook hier blijven. Dus je moet hier ook vanuit de publieke sector moet je hier je kennis en ervaring, voorsprong weten te behouden en die expertise hier bundelen. En wat we bijvoorbeeld in onze initiatiefnota ook hebben gezegd, maar wat mij verbaasde om bij deze partijen niet terug te zien in de doorrekening, is bijvoorbeeld een vergroening van de bankenbelasting. Om te zorgen dat dat ook gewoon dit soort prikkels ook doorvertaald worden in je fiscale stelsel. En daar hadden we nog zo mooi gezamenlijk toe opgeroepen. Ja, en dan ben je eigenlijk wel teleurgesteld. Nou ja, het verbaasde mij. Want ik bedoel, ik was destijds niet eens degene die dat idee naar voren had gebracht. Maar ik dacht, dit is wel inderdaad een open deur. Want de bankenbelasting wordt wel generiek sterk verhoogd. Ja, maar niet groen. Bij GroenLinks, maar niet vergroend. Terwijl dat soort dingen, denk ik, ja, dat zijn wel kansen die we nu de komende jaren ook hebben om dat te doen. Ja. Even korte reactie. Ja, ik moet daar eigenlijk het antwoord op schuldig blijven. Want dat onderstrepen wij heel erg. Daarom staat hij inderdaad ook in de initiatiefnota. Groene bankbelasting. En ik weet eigenlijk niet waarom die geen vertaling heeft gekregen in de doorrekening. Als ik eerlijk ben. Ja, wij hebben de bankenbelasting in de doorrekening links laten liggen. Dat geef ik gelijk toe aan collega Sneller. Maar dat is wat mij betreft dan een mooi puntje voor D66 om in het nieuwe regeerakkoord te schrijven. En daar zal die van ons geen oppositie. Oké, in ieder geval een punt wel voor D66 in deze. Maar goed, laten we nog even kijken naar de kwestie. We zijn het met elkaar eens. Het is inderdaad, zo'n doorrekening is altijd van wat stop je er wel en niet in. En dat gaat om honderden maatregelen. Ja. En deze is het. Maar goed, het is keuzes maken in de politiek. Zo is het. In dit geval niet door ChristenUnie, wel door D66 gedaan. Maar laten we even teruggaan naar dat vestigingsklimaat. Hè? Want jullie zeggen ja, belangrijk. Wij moeten ons als Nederland echt positioneren als met een groen financieel hart. Nou is het zo wel dat de afgelopen tijd veel buitenlandse partijen, beleggingsteams, Nederlandse beleggingsteams eigenlijk hebben weggekocht. Met het gevaar dus ook wel dat heel veel essentiële kennis verloren gaat. Misschien is het eerst even de vraag, Lisbeth, aan jou. Merk jij ook inderdaad dat de Nederlandse beleggingsteams, dat wij kennis hebben die in het buitenland erg geliefd is? Dat denk ik eigenlijk wel, ja. Ik bedoel, wij zijn inderdaad voorlopers met dat verantwoord beleggen, met dat engagen, met stemmen, met al die, dat is een heel pakket van verantwoord vermogensbeheer. Ik weet het niet uit ervaring, maar ik kan het me wel voorstellen. Ja. Maar jij hebt niet de indruk dat inderdaad, omdat we toch ook wel in Nederland een bonusplafond hebben, dat goede beleggers eigenlijk voor buitenlandse bedrijven gaan werken? Nou, ik kan alleen een persoonlijk antwoord op geven. Als je verantwoord belegger bent en je laat je door een bonus wegkopen, dan ga dan maar weg. Ja. Maar dat is een persoonlijke titel. Sorry. Dus het is geen zeldzaam geluid uit de financiële sector. Maar is het een reëel probleem dat er mogelijk de kansen ook lopen dat wij kennis in Nederland gaan verliezen omdat die weggekocht wordt door buitenlandse vermogensbeheerders? Nou ja, volgens mij de eerste evaluatie van het bonusplafond was dat niet tot hele schrikbarende bewegingen heeft geleid. En we moeten juist volgens mij, de woningmarkt in Amsterdam bijvoorbeeld is een groter probleem denk ik voor het vestigingsklimaat vaak dan het bonusplafond. Maar eerlijk is eerlijk, je hoort het, je krijgt het uit de financiële sector wel regelmatig te horen dat inderdaad de Nederlandse kop op het Europese beloningsbeleid ons punten kost, ons banen kost. Maar inderdaad, de evaluatie laat dat niet direct zien. Dus ja, we hebben er in de kabinetsperiode er zeker niet voor gekozen om die eraf te halen. Maar ik weet dat het voor sommigen wordt ervaren als een nadeel. Een nadeel ook voor ons vestigingsklimaat. Ja. Want zou het een nadeel kunnen zijn als ons Nederlandse pensioengeld bijvoorbeeld door buitenlandse vermogensbeheerders wordt belegd? Marleen, ik zie jou heel erg knikken. Dat gebeurt al. Ja. Ik snap het probleem niet zo. Nederlandse pensioenfondsen beleggen grotendeels in het buitenland, maar heel erg weinig in Nederland. En Nederlandse pensioenfondsen beleggen over het algemeen ook passief. Dus die gebruiken andere partijen als BlackRock, als Goldman Sachs, als de grote investeerders wereldwijd om hun beleggingen weer wereldwijd te beleggen. Dus het feit dat
Dat jouw pensioen en mijn pensioen voornamelijk in het buitenland zit en niet in Nederland. Ja, dat is eigenlijk nooit een probleem geweest voor iemand. Nee. Goed, laten we nog even kijken naar een ander punt, hè, rondom het Nederlands vestigingsklimaat. Want uiteindelijk willen we natuurlijk ook veel vermogen hier houden en aantrekken. Zijn wij flexibel genoeg? Vinden jullie dat wij flexibel genoeg zijn aan buitenlandse investeerders? Of zit onze regelgeving toch ook wel vaak een beetje in de weg? Ik denk eigenlijk dat heldere regelgeving juist een voordeel is. Omdat juist waar de onduidelijkheid kan ontstaan over regelgeving, schrikt dat juist beleggers af, omdat zij willen zekerheid. En ik denk dus dat er een enorme kans ligt door het verbeteren van de regelgeving, het duidelijker maken van die regelgeving, dat eigenlijk je positie eerder versterkt dan dat het... Dus allerlei fiscale regels rondom stikstof, maar ook bankenbelasting, daarvan zeg je niet dat is eigenlijk negatief voor ons vestigingsklimaat. Dat zou een negatieve gevolg kunnen hebben. Nou ja, als we bijvoorbeeld kijken naar een stikstofcrisis. Ik bedoel, het onvoldoende organiseren heeft een veel groter gevolg voor je vestigingsklimaat. En natuurlijk, een vestigingsklimaat bestaat uit 101 factoren. En ik denk dat dat gewoon een weging is. Dus wat kan je bieden? En Nederland heeft, natuurlijk hebben wij een fiscaal gunstig klimaat. Met ook de nadelen daarvan. Maar we hebben ook natuurlijk ontzettend veel kennis. We hebben ook goede infrastructuur. Een enorm, heel echt betrouwbaar financieel en juridisch hart. Dus wij zijn om heel veel redenen aantrekkelijk. En ik denk dat je daar altijd gewoon een goede balans in moet vinden. En vooral duidelijkheid. Dat zegt eigenlijk welke partij je dat ook vraagt, de investeerder, is duidelijkheid, zekerheid is de allerbelangrijkste voorwaarde om de stap naar beleggen te maken. Ja, en ook een belangrijke voorwaarde zeg je om dus de buitenlandse bedrijven aan te trekken en zich hier ook in Nederland te laten vestigen. Ja, zeker. Nou ja, eigenlijk... Dus geen afschrikkende methode, te veel regels. Nee, ja, ik denk niet eens dat Nederland heel veel... Ieder land heeft heel veel regels. En de vraag is alleen, hoe richt je die in? En dat is gewoon een weging van waar leg je als Nederland je prioriteit? Wat vind je belangrijk? Hoe richt je je fiscaal stelsel in? Ja, ik kom natuurlijk snel in discussie of je als Nederland niet te veel vooruit moet lopen. Hè? Bijvoorbeeld met de aanpak van belastingontwijking. Dan zit je in zo'n discussie. Dividendbelasting hebben we natuurlijk gehad. Een dividendbelasting. Maar ja, goed, daar denk ik van, als je het hebt over een eerlijk speelveld, moeten we ook niet vergeten dat Nederland is nu, laatst nog een bericht, zit in de top 3 van fiscaal gunstige, fiscaal vestigingsklimaat. Samen met de Maagdeneilanden en Bermuda. Dus voordat wij eens een keer zijn richting een evenwichtig vestigingsklimaat, moet er nog best wat gebeuren. Ja. Ik zeg het ook omdat Jeroen Nijland in zijn afscheid van de Netherlands 4-1 Investment Agency, die echt buitenlandse investeerders naar Nederland moet trekken, ook wel aan heeft gegeven dat er ook wel een beetje een gevaar is voor een anti-bedrijven sentiment. Dat is veel breder het idee van bedrijven als een soort van, dat zijn de boemmannen en daar geven we allemaal op af. Ja, dat is schadelijk voor het aanzien van bedrijven in brede zin. En dat is inderdaad iets waar wij niet aan meedoen. Nee, en dat is wel een risico. Hè? Want op dit moment, kijk, bij de doorrekening was dat ongeveer inderdaad de bedrijven waar onze collectieve spaarpot, ongeveer waar we gewoon al het geld vandaan haalden om alle grote ambities te bekostigen. En de ene partij deed dat minder en de andere deed dat meer. De PvdA was de kampioen, geloof ik. En die legt de rekening helemaal bij bedrijven. En dan denk ik van, dat is wel een beetje kortzichtig. Want uiteindelijk moeten we dat samen doen. En is dat wel onze werkgelegenheid. En bijvoorbeeld ook bij klimaat. Want vestigingsklimaat en klimaat zijn in de afgelopen jaren nog wel eens een tegenstelling geweest. Maar wat mij betreft gaan we dat in elkaar laten grijpen. Bij klimaat zie je natuurlijk ook wel bij GroenLinks en D60 de zodanige maatregelen dat inderdaad bedrijvigheid de grens overlekt. En ja, je hebt er niet zoveel aan als een fabriek uit Zeeuws-Vlaanderen naar Vlaanderen verhuist. Of vanuit Delfzijl net de grens over naar Emden. In Duitsland. Dus ik vind wel dat je dit vraagt om een Europese inzet. En de ChristenUnie zegt, is erg voor het ontmantelen van fiscale voordelen die we de afgelopen jaren hebben gebouwd om maar net die groep bedrijven aan te trekken. Of is nog erger, brievenbusmaatschappijen. Nou, dat heeft dit kabinet al een streep doorgezet. Maar alsjeblieft, laten we zorgen voor een Europese aanpak van zowel belastingontwijking als op klimaat. Zodat we wel een beetje rationeel met elkaar dit beleid uitvoeren. Want ik deel helemaal de urgentie van GroenLinks. We hebben nog één kabinetsperiode om er serieus wat aan te doen. Tegelijkertijd,
het heeft niet zoveel zin als er een bruinkoolcentrale in Polen of in Duitsland aangaat. Ja, omdat die gascentrale hoger wordt belast. Laura, daar wil ik wel graag op reageren. Want refereert eigenlijk naar het zogenaamde weglek-effect in de doorrekening. Maar dat komt omdat de Europese aanpak daarin niet is meegenomen. Nou. En als, de, eigenlijk, als je dus de Europese aanpak vorm krijgt zoals nu de ambitie is, en je ziet in heel veel landen dat die ambitie er ook gewoon los van de Europese aanpak al is, dan verkleint dat weglek-effect natuurlijk enorm. Dus ja, dat is, en uiteindelijk ben ik het wel eens ook met wat de collega van D66 in het begin zei. Stilstand is achteruitstand. Kijk, wij kunnen gaan wachten en wachten met onze transitie. Dat doen wij niet, hè? Wij zijn absoluut niet van de status quo. Maar het is mooi. Maar ik bedoel, het gaat meer om dat je ook realiseert dat juist die transitie je economie versterkt en stabiel maakt. Exact. En toekomstbestendig. Maar ik pleit voor Europa. We zijn allemaal voor Europa. Het is denk ik winst dat de ChristenUnie hier ook gewoon zegt, we moeten een Europese aanpak hebben en daar moeten we slagvaardig zijn. Ja. Dus dan past het ook bij de fiscaliteit in ieder geval dat een paar veto's worden opgegeven. En daar had ik tot nu toe de ChristenUnie nooit op betrapt. Dus bij deze heb je daarin dat is wel winst, denk ik, vandaag. Je pro-Europa bondgenoot. Ja, nee, maar zeker op belastingontwijking, op minimumtarieven, op afspraken over belastingontwijking. Maar wat er daarvoor nodig is, is toch niet wachten tot het laatste land ook akkoord is. Totdat Ierland uiteindelijk ook meedoet. Dus niet wachten tot het laatste land ook akkoord is binnen Europa. Dus wat kan Nederland dan zelf daar nog concreet in doen? Wat zou de politiek daarin kunnen betekenen? Volgens mij, ik zie een soort tweedeling tussen partijen die zeggen, we moeten Europa gebruiken als excuus en dan maar in Nederland niks doen en wachten. Of partijen die zeggen, wij moeten in Nederland het maximum doen wat we kunnen, realistisch over weglek of over dat mensen vertrekken of bedrijven vertrekken, maar daarmee Europa opstuwen tot extra ambitie en dat die ETS omhoog gaat en dat die 55%... Maar dat is Europa opstuwen, maar wat kunnen we dan doen of wat kan de politiek doen om dat vestigingsklimaat in Nederland ook te versterken, om te zorgen dat inderdaad het groene financiële hart worden? Dat is veel breder inderdaad, zoals Laura terecht zegt, dan alleen maar de fiscaliteit of alleen maar een bonusplafond. En natuurlijk tellen die mee. Hè. Ik heb de afgelopen jaren veel banken, ook voor de Brexit, die zich oriënteerden op Europa. En die vragen altijd over het bonus en die vragen altijd over de bankenbelasting. Ik bedoel, als het banken zijn. Ja. Dus dat is reëel. Tegelijkertijd, een goed opgeleide beroepsbevolking is veel belangrijker voor veel bedrijven. En dan zeg je dan gaat het salaris niet zozeer belangrijk, maar dat is veel belangrijk. Kunnen ze hier een huis vinden? Is het goed bereikbaar? Onderwijs, ik bedoel, Schiphol wordt soms een beetje onderschat door GroenLinks, hoe belangrijk dat is voor het vestigingsklimaat. Maar die goede bereikbaarheid, die goede verbindingen, een fijn huis kunnen vinden, een internationale school voor je kinderen, al dat soort dingen komen dan veel hoger uit die ranglijstjes. Ja. Kijk toch heel even nog naar onze beide experts uit de financiële sector. Is het inderdaad zo, dat salaris minder belangrijk, maar deze randvoorwaardelijke zaken veel belangrijker om een goed vestigingsklimaat te creëren? Uit onderzoeken blijkt altijd dat het een combinatie van factoren is, van woningen, van goede opleiding, inderdaad internationale scholen. Heel veel buitenlanders vinden Nederland heerlijk omdat het zo klein is en dat je alles op de fiets kan doen. Dus comfortabel wonen. En ik denk dat door corona mensen ook wel zich heel erg bewust zijn geworden dat het belangrijk is dat je een fijn huis hebt en een fijne omgeving hebt. Dus ik denk dat het zeker meespeelt. Ook al kan je misschien ergens anders in het buitenland 4 of 5 keer zoveel verdienen. Ja, ik vind net zoals Lisbeth, het is altijd zo'n rare discussie van alsof ons geluk afhangt van de bonus die we verdienen. Nou ja, daar geluk is de hele financiële crisis natuurlijk wel op gebaseerd. Maar een van de termen in de wordcloud was ook brede welvaart. Precies. Ja. Dat is volgens mij hier de overkoepelende transitie, dat de waardering van veel meer andere aspecten van het leven alleen maar dat het inkomen. Gaat om bloeien, niet maar om jullie groeien. Zeggen eigenlijk van dat is ook echt binnen de financiële sector ook geen issue. Ik ga niet voor mensen in de financiële sector spreken. In ieder geval voor de ChristenUnie geldt dat niet onze waar we door gedreven worden. En voor beleid is dat dus ook niet het eerste wat voorop staat om allerlei bonusbeperkingen te gaan opheffen. Wat veel belangrijker is volgens mij is dat wij inderdaad randvoorwaarden scheppen als overheid voor een stabiel groen herstel. En dat vergt duidelijkheid, goede kaders. Ik noemde aan het begin al Europees de Green Bond Standard, maar nationaal is er ook een hoop te doen. En daar alsjeblieft dan ook wel aan vasthouden. Want inderdaad, wat voor het bedrijfsleven natuurlijk het allerirritantst is dat bij ieder kabinet
de hele boel weer op de schop gaat. Dus een beetje stabiliteit en perspectief. Dus stabiliteit, maar dus wel goede afspraken, transparantie. Dat hoor ik ook GroenLinks duidelijk zeggen. En regels zijn helemaal niet verkeerd, als het maar helder is waar ze voor staan. Een vraag van De Bruin. Hoe zorg je dat regelgeving niet ten koste gaat van kleine financiële ondernemingen? Nou ja, ik denk... Want zijn ze onevenredig ook verdeeld? Kan een grote instelling ze makkelijker dragen dan een kleine? Er zit wel wat. Het idee van proportionaliteit van regelgeving en de administratieve druk die daar vandaan komt, dat is op zich reëel. Ik bedoel, dat hangt heel erg van de omvang inderdaad af. En die is wel, hij is er enigszins, maar hij is niet helemaal evenredig met de omvang van de financiële onderneming, zou ik zeggen. Ja. En dan hangt het ook nog per sector wel natuurlijk. Maar goed, wat is dan je antwoord op de vraag? Nou, ja. Ja. Oké, maar goed, ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je zegt van, hè, soms heb je dus wel ook een ander beleid. Nee, maar bijvoorbeeld als het gaat om banken. Hè? Als jij een kleine start-up bank bent, dan hebben we ook gezegd, er moet een bankvergunning light kunnen komen. Hè? Heeft dit kabinet gezocht, wat zijn nou de grenzen binnen de Europese regelgeving? Want je bent nog geen systeemrisico. Ja. Terwijl een van de vragen die er ook stond van Mark Sanders, als je too big too fail bent, ja, dan heb je ook een andere behandeling nodig. En die gevoeligheid voor de omvang van een financiële onderneming en ook de systeemeffecten daarvan, ja, dat lijkt mij heel reëel en dat is ook zit deels in het beleid, maar zou nog beter kunnen. Ja, goed. Ja, nou, het vestigingsklimaat in Nederland, volgens mij is eigenlijk, jullie zijn het allemaal wel over eens dat wij inderdaad in Nederland alle kaart in handen hebben om het groene financiële hart te worden. Of zijn we dat misschien ook al, onze experts? Zijn we al het groene financiële hart? Nou, er zit wel een aardig verschil tussen hoe Nederland het doet als groene economie. Nederland is echt een hele vieze economie en we lopen in Europa echt wel achterop als het gaat om duurzame energie en hoe wij omgaan met de duurzame transitie die we zo nodig hebben. Dus je zou kunnen zeggen, de financiële sector loopt wel vooruit in duurzaamheid, in verantwoord beleggen op onze eigen reële economie. Ja, misschien wel even leuk. Ten slotte dan nog de uitslag toch. Want 81% die zegt ik ben het er mee eens. Maar toch zegt ook nog 18,4% oneens op de stelling. We moeten ons positioneren als groen financieel hart. Ja, we kunnen het niet vragen aan de mensen thuis wat ze mee bedoelen. Nou, ik wil er nog één ding over zeggen. Want ook even in relatie tot de bonusdiscussie van zojuist. Ik ken in mijn verzekeringswereld, zal ik maar zeggen, ken ik echt geen collega's die voor het grote geld vertrokken zijn. Dus ik zie het niet. Het is volgens mij ook een probleem wat een beetje dat iedere keer weer opduikt, maar in de werkelijke wereld minder aanwezig is. Maar dat groene hart zijn van het financiële, nou, van misschien wel het groene hart van financiële Europa. Ik denk dat dat juist heel erg motiveert. En je ziet ook met name jonge, niet alleen, hè, want ik hoor zelf helemaal niet meer bij de jonkies, maar ook vooral bij jonge mensen. Dit is wat mensen drijft. En het hele, die financiële drive, die zie ik eigenlijk niet. Ik zie veel meer een intrinsieke drive in mijn collega's, ook over van, waar gaat verzekeren nou eigenlijk over? Hè? Hebben de mensen eigenlijk wel in de gaten hoe belangrijk dat is? Dus dat is een veel belangrijker element in de motivatie van mensen om in die sector te werken. Dus ik wil een beetje weg van die clichés van graaiende mensen. Ik zie ze niet. Geen graaiende mensen, maar in ieder geval intrinsiek gemotiveerde mensen. Ja. Zeker ook voor duurzaamheid en de transitie. Ja. GroenLinks, laatste woord voor jou. Wat ik wel mooi vind aan, zeg maar, wat jullie eigenlijk ook zeggen, dat die financiële sector voorloopt op onze reële economie. En kijk, het mooie is dus dat je bij de financiële sector, dat daar dus al lang geconstateerd is dat die groene economie ook echt de toekomst is. En ik denk dus eigenlijk dat de financiële sector daarmee niet voorop loopt, alleen op de reële economie, maar op dit moment vooral ook op de politiek. Ja. En dat de politiek eigenlijk aan zet is om deze... Nou ja, laten we het nog eens. Ik hoop dat ze meekijken. Ik hoop dat ze kijken. Ja, goed, het wordt eigenlijk gedreerd door jullie gezegd. De financiële sector is een progressieve, toonaangevende, groene sector. En als het aan ons drieën ligt, gaan we dat na volgende week ook materialiseren. Maar inderdaad, we hebben wel op te boksen tegen een aantal partijen die toch een beetje van de status quo zijn. Ja, dus de politiek houdt eigenlijk de verandering die de financiële sector is ingezet tegen, als ik jullie zo hoor. Deels. Dat zou een mooie stelling zijn voor de volgende keer. Ja. Goed, we gaan kijken voor de mensen thuis. Wie vonden jullie vandaag de winnaar? Wie was of wie is de winnaar van het debat? Het hoeft niet de partij te zijn waar je op gaat stemmen, natuurlijk. Ja, dat was gewoon beter geweest. Pieter, misschien ga je het nu nog goed scoren. Maar was het inderdaad Pieter Grinwis van de ChristenUnie, Laura Vissenberg van GroenLinks of Joost Sneller van D66? We gaan kijken of we inderdaad een
uitslag hebben. Wie heeft het beste gedaan? Wie was het meest helder in zijn betoog? Wie heeft de beste beloftes voor? Kijk even, nou. Laura, met 58% van de stemmen ben jij inderdaad door onze kiezers uitgeroepen tot de winnaar van het debat. Ik zou zeggen, applaus voor Laura. Ja, en dan wil ik Liesbeth van der Kruid en Marleen Jans Groesbeek jullie heel erg hartelijk danken voor jullie wijze woorden en jullie reflectie ook op het debat. Natuurlijk Pieter Gindwis, Joost Sneller en Laura Vissenberg, dank jullie wel voor het debatteren en jullie openheid en transparantie. En de mensen thuis, dank jullie wel voor het kijken. Het debat is nog terug te zien via de website van Nieuwspoort. En ik wens jullie natuurlijk heel erg veel wijsheid 17 maart in het stemhokje. We zijn benieuwd. Wie de grootste wordt, is waarschijnlijk al bekend. Maar hoe gaat ons nieuwe kabinet eruit zien? Dat ligt allemaal in onze eigen handen als kiezers. Dus dank voor het kijken en heel veel succes bij het verduurzamen samen met de financiële sector. Tot ziens.